ben Lien van Groen. Ik ben een van de coaches van Fittergy, wat ook wel bekend is van populaire sportvasten. Maar er is nu een nieuwe kuur en het heet de Vegan Switch. Nou, wie kan hier beter over vertellen dan de eigenaar en oprichter van Fittergy, Remco Verkuijk. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de Vegan Switch? Eén, dat je heel veel gezonde voeding tot je neemt. En dat je iets verandert in je stofwisseling, waardoor je meer gaat ontgiften, meer energie krijgt. En als bonus dat je ook afvalt, terwijl je eigenlijk gewoon veel eet. Nou, wat je gaat merken is dat je heel veel energie krijgt tijdens het programma. En dat wordt veroorzaakt door al die gezonde stoffen die je binnenkrijgt. In combinatie met de vitamines, de voedingssupplementen die je helpen bij ontgiften en bij je energieproductie. Dat je begint af te vallen, terwijl je eigenlijk heel veel eet. En voor heel veel mensen is dat raar, hè? Maar op het moment dat je in je lichaam als het ware een stofwisselingsverandering doormaakt, door het programma, zie je dat je gewoon beter kunt functioneren en dan ga je vanzelf afvallen. En het is ook een hele mooie lifestyle changer. Het is een mooie manier voor als je gezonder wil leven, om daarmee te gaan starten. Ja, je zou kunnen zeggen dat het een trainingskamp is, maar dan op het gebied van voeding. Om te leren en ervaren samen met je coach wat deze voeding voor je doet. En eigenlijk zijn de resultaten het bewijs voor veel mensen dat ze dan op het rechte pad zitten. Dus op het moment dat je een keer dat programma doet, zie je dat heel veel mensen toch iets opsteken en zeggen van als ik dit eerder geweten had en gewoon hiermee doorgaan. Wat moeten mensen doen tijdens de Vegan Switch Kuur? Nou, het allerbelangrijkste is eigenlijk dus heel veel gezond eten. En het heeft niet voor niets Vegan Switch. Het heeft te maken met het feit dat tijdens veganistische voeding je stofwisseling gaat veranderen. De programma bestaat uit 10 dagen en in de eerste 4 dagen bouw je je dierlijke voeding bouw je af en je plantaardige voeding bouw je op. Nou, het belangrijkste wat dierlijke voeding aan ons levert is eiwit. Dus je moet die eiwitten uit plantaardige voeding zien te halen. Dat kan heel goed uit noten en peulvruchten. Alleen onze stofwisseling moet daar wel aan wennen. Dus onze vertering moet dat op een gegeven moment leren om dat goed te doen. Dus daarom hebben we 4 afbouwdagen. Dan hebben we 4 dagen dat je alleen maar veganistisch eet. En dan eet je ongeveer wat hier op tafel staat. En dan uiteindelijk, voor de mensen die dan toch weer trek hebben in een stukje vis of een stukje kip, dan ga je de laatste 2 dagen ga je weer opbouwen en dan ga je weer wat dierlijke voeding nemen. En na die 10 dagen moet je als het ware een aantal dagen per week veganistisch blijven eten. En die andere dagen neem je dan ook wat dierlijke producten. Ja. Ja, dit is ongeveer zo'n dagmenu. Dus havermout bijvoorbeeld of fruit en veel plantaardig eten. Dus groentes en peulvruchten zoals wat kikkererwten en linzen. En naast alle voeding heb je nog supplementen die je neemt. Dus dat staat ook helemaal hier duidelijk wat je dan neemt op een dag. Ja. Wat is het effect van de supplementen? De belangrijkste effecten zijn 1. Ontgifting. Er komen zoveel gifstoffen vrij als het ware, doordat je stofwisseling anders gaat functioneren, dat je lichaam hulp nodig heeft. Dus daar zitten allemaal vitamines en mineralen in die helpen bij de ontgifting. En 2 is dat je ook voldoende energie moet hebben om dan dat hele proces te begeleiden, zou je kunnen zeggen. Dus er zitten ook supplementen in die helpen bij je energieproductie. Ja, en ontgiften is een heel erg belangrijk onderdeel van de Vegan Switch. Klopt. En om die gifstoffen kwijt te raken, moet je ook gaan bewegen en gaan zweten. Exact. Ja. Dus als die gifstoffen dan vrijkomen uit je vetcellen, want daar zitten heel veel gifstoffen opgeslagen, dan moeten ze wel door je bloed vervoerd worden naar de lever en de nieren. Dus je hebt gewoon een goede doorbloeding nodig en dat doe je door te bewegen en niet stil te zitten. Zweten is belangrijk omdat via zweet je ook gifstoffen kunt kwijtraken. Dus je hoeft dat niet elke dag te doen, maar
ja, ergens in die 10 dagen een of twee keer naar de sauna helpt je enorm om die gifstoffen kwijt te raken. Ja, dus lekker ontspannen, goed voor jezelf zorgen, dagje sauna plannen of lekker in een heet bad of onder de warme douche. Elke dag lekker wandelen of fietsen en nog een paar keer ook intensief sporten om alles kwijt te raken. Klopt. En voor wie is het bedoeld, de Vegan Switch? Nou, iedereen kan in principe de Vegan Switch doen. En het is eigenlijk ook voor iedereen bedoeld. Hè, we zijn allemaal belast met gifstoffen. Dat doen we niet, veel doen we niet zelf. Hè. Dat zit verborgen in onze voeding. Als we in de auto zitten, dan ademen we gifstoffen in van degene die voor ons rijdt, et cetera. Dus iedereen die een gezondheidsstap wil maken, zou eigenlijk een detoxprogramma moeten doen zoals dit. Heb je wat klachtjes, of heb je energiegebrek, of heb je moeite met je lichaamsgewicht? Ja, dan zou ik het helemaal doen, omdat die gifstoffen in je lichaam gewoon je stofwisseling verstoren. En dat je daardoor juist overgewicht kan ontwikkelen en moeite kan hebben met afval. Ja, dus het is een perfecte manier voor iedereen van elk niveau om gezonder te worden, om je fitter te voelen, om eventueel wat af te vallen en om een gezonde leefstijl voor te zetten. Nou, dus wil je meer informatie over de Vegan Switch of wil je gaan starten? Kijk dan op www.fittergy.nl.